Sporten met de modernste apparatuur. Bedrijfsfitness, personal training en groepslessen. Kom langs bij Sir Winston Fitness boven Grand Café de Halve Maan in Rijswijk. Asta Casino, op het Spui 27 in Den Haag, is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speel bewust 18 plus. Welkom bij Studio ADO, het programma van Haaglanden Voetbal. ADO Den Haag pakte afgelopen weekend belangrijke winst in de thuiswedstrijd tegen Sparta. Een treffer van Nasser El Khayati was genoeg voor de 3 punten. Dit weekend wacht ADO Den Haag weer een belangrijke confrontatie. Dan gaat de ploeg op bezoek in Breda bij NAC. En NAC baarde afgelopen zondag opzien door in de Rotterdamse Kuip met 0-2 te winnen van Feyenoord. Vanmiddag was na de laatste training weer de wekelijkse persconferentie. Rob Blankenstein stelt de vragen namens Haaglanden Voetbal. Fons, met wat voor gevoel reis je af naar NAC? Nou, ik heb altijd een goed gevoel. Of ik nou naar de Kuip ga of naar NAC, dat zal niet zo heel veel veranderen bij mij. Ik zie altijd kansen overal. Ja, je moet daar wel een compliment aan maken aan die club. Ze zijn gepromoveerd en ze hebben net als wij een heel zwaar programma gehad. Ze hebben bijvoorbeeld Feyenoord, PSV, AZ uit, hebben ze allemaal gehad. En 7 punten, dus dat is goed. En ik denk dat de hand van Vreven daar ook wel zichtbaar is. Ik heb met hem gespeeld bij Utrecht. Ja, goed, dat was een jongen die altijd ervoor ging. Ja, dat zie ik wel een beetje terug, die agressiviteit en die 12e man die ze hebben. Dus het is een mooie wedstrijd, denk ik, om te spelen. En, ja, daar moet je ook van genieten, vol stadion, dat is prachtig. Zie je ook progressie in je eigen team de laatste weken? Ja, nou, dat zie je vooral natuurlijk wel in de resultaten al. Dus na die start, toen we duidelijk nog niet compleet waren, hebben we de laatste 3 wedstrijden ook 7 punten. Dat is goed. Zeker als je ook kijkt naar wat voor wedstrijden dat zijn. Hè. Willem 2 uit, daar win je ook niet allemaal. Ajax zit daarbij. Dus dat is goed. En ik heb wel steeds gezegd, ook tegen de spelers uiteraard, ja, dat het voetballend, kan het zeker nog beter. De effectiviteit, het benutten van de kansen waar we het net over hebben. Er zijn nog heel veel verbeterpunten. Nou, dat is mooi, want als het niet zo zou zijn, dan kom ik naar huis. Dat is ook niet de bedoeling. Is een van die verbeterpunten dat je vanaf de eerste minuut toont wat je de laatste wedstrijden bijvoorbeeld tegen Ajax, Heerenveen en Sparta in de tweede helft wel laat zien? Ja, ik vind dat is een van de dingen die ik in de kleedkamer heb gehangen. Dat het verschil eerste helft, tweede helft is nog wat mij betreft iets te groot. Nou, hoe komt dat nou? Ja, ik wil dat wel eens weten van de spelers natuurlijk. Hoe zij dat zien. Moeten ze dan eerst boos worden? Moet er iets gebeuren? Moet ik de ene een klap geven voordat we naar buiten gaan? Ja, dat gaat wat ver, maar je wil wel. Wat is hun reactie dan? Nou ja, ze vinden het zelf ook. En wij kijken natuurlijk naar, naar oorzaken. En ja, goed, dat is heel lastig, hè, want je ziet dat verschil wel. Kan ook te maken hebben met, zitten we dan wat dichter bij elkaar? Hè? Is het allemaal te belopen of niet? Tegen Ajax werden we natuurlijk ook de eerste helft uit elkaar gespeeld. Ja, dat was de kwaliteit ook wel eens van een tegenstander. Bijvoorbeeld een Frenkie de Jong. Ja, die deed dat heel goed in de eerste helft. In de tweede helft, ja, zijn wij dan in staat om wat dichter bij elkaar te spelen. En die onderlinge afstanden, die kloppen beter. Ja, dan automatisch lijkt het ook wat agressiever. Dus het kan ook op puur een oorzaak hebben in de veldbezetting. Tot slot, vraag jij een fysieke wedstrijd? Ja, zij hebben statistiekje, dat heb ik in ieder geval gelezen. De meeste overtredingen, de meeste gele kaarten. Ja, dat is ook een beetje wat bij dit NAC hoort. Ja, wij moeten zorgen, vind ik, wil je je eigen spel spelen, dan zal je zeker ook je mannetje moeten staan in de duels. Dus we zullen morgen juist ook zelf heel goed moeten beginnen. En dat is wel graag wat we terug willen zien morgen.
Tot zover trainer Fons Groenendijk tijdens de persconferentie. De wedstrijd in Breda begint al om 6:30 en staat onder leiding van scheidsrechter Simon Mulder. Rob Blankenstein sprak na de laatste training ook nog met een speler van ADO Den Haag, Aaron Meijers, de aanvoerder. Aaron, gekleurd oog. Schok je? Ja, op het moment zelf af, omdat je gedachten dwalen natuurlijk wel een beetje af van... Kasseneertje? Ja, ja, eerlijk gezegd, daar denk je dan wel even aan. Dat is wel een andere situatie, dus wel gelijk gestopt met trainen en van naar binnen gaan, maar gelukkig valt het mee. Dus je kan gewoon tegen NAC in de basis beginnen? Ja, dat sowieso. Ik zeg, voor de rest is het niet zoveel aan de hand, maar wat ik zeg, omdat met het moment met je veen, dat hou je gewoon een beetje bij, daar schrik je ervan, maar voor de rest was er niks aan de hand. Even naar de laatste wedstrijden. De punten stromen binnen, dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen van er zit verbetering in. Vind je dat zelf ook? Ja, nou ja, eigenlijk wel. Wat je zegt klopt helemaal. Natuurlijk is de wedstrijd Feyenoord, dat was dan teleurstellend omdat je best wel goed speelt, maar geen resultaat haalt. En Sparta was dan wel een mindere wedstrijd, maar haal je wel 3 punten. En ik denk dat we steeds een vastigheden creëren en dat we bij fases beter gaan voetballen. Ja. Dus. Ik had het net ook met Danny Pekker erover en ook met jullie trainer. Als je dan de wedstrijden neemt hier thuis tegen Ajax, Heerenveen en Sparta, dan zie je de eerste helft en je ziet de tweede helft. En dan is het verschil toch opmerkelijk. Ja, nou dat is toevallig ook, tenminste, ik weet niet of het toevallig is, maar dat heeft de trainer ons al meerdere keren gezegd inderdaad. Het verschil tussen de helften te groot was en daar hebben we geen verklaring voor, maar dat moeten we uit. Ja. Met wat voor gevoel sta je nu hier als je het vergelijkt met een jaar geleden? Ja, precies een jaar geleden. Ja, weet ik, volgens mij hadden we toen vrij goed. Had je meer punten? Ja, toen hadden we inderdaad een vrij goede start. Dus dat was allemaal was helemaal positief. Maar nu, wat ik zeg, door de laatste 4 punten die we gepakt hebben, staan we er toch wel beter voor. En heb je wel een positieve flow te pakken. Dus wat dat betreft hebben we in ieder geval een stijgende lijn te pakken. Het is een hele rare competitie met hele rare uitslagen. Kijk maar naar afgelopen weekend. Heb je als voetballer wel eens zo'n weekend meegemaakt? Of zo'n start van de competitie? In het verleden? Nou, het is niet dat ik me kan herinneren inderdaad, maar wat je zegt, Excelsior bij AZ, NAC bij Feyenoord, dat zijn geen uitslagen die incalculeerd, nee. En dat, inderdaad, dus dat Vitesse inderdaad die bij Ajax wint. Ja, waren niet allemaal voordelig voor ons, maar aan de andere kant, het is nog vroeg, dus ik hoop dat wij ook kunnen stunten. Zaterdagavond naar Breda, naar NAC. Wat voor wedstrijd verwacht jij? Nee, je weet dat NAC thuis dat het fel van start wil gaan, dat ze er volle bak op willen gaan. En wij moeten zorgen dat ze dat gevoel niet krijgen en dat we zelf dat we de rollen gaan omdraaien. En ik denk dat het op zich wel een mooie wedstrijd gaat worden, want NAC wil wat laten zien natuurlijk na Feyenoord. En wij zitten ook in een positieve flow, dus ik denk dat het een mooie wedstrijd kan gaan worden. Er zijn nogal wat spelers met een NAC-verleden, Hooy, Valkenburg, dan vergeet ik er misschien nog één. Een technisch manager, Jeffrey van As, die hier aan het verleden hebben liggen. Wordt er nog over gesproken binnen de selectie dat dit toch min of meer voor bepaalde spelers een speciale wedstrijd kan zijn? Nee, eigenlijk niet. Hè. Nee, ja, het is misschien met Erik wat er een beetje naar buiten was gekomen, maar voor de rest wordt er niet zoveel over gesproken. Nee. Tot slot, over een maand word je 30. Ben je al bezig met je leven na het actieve voetballen? Nee, ik ben eigenlijk nog wel bezig met mijn leven tijdens het actieve voetbal. En ik heb nog wel even te gaan hopelijk. Dus wat je zegt, langzamerhand moet je wel gaan nadenken. Wat je na je 30ste? Ja, nou goed, maar ik heb altijd al gezegd, ik ben niet zo lange termijn plannen. Ik zie wat op mijn pad komt. En dat heb ik nu eigenlijk hetzelfde. Daar ben ik nog niet mee bezig. Het is de laatste wedstrijd voor het Interland weekend. Dus heb je relatief rust. Het zou lekker zijn als je die 3 punten mee kan nemen. Ja, dat. Ik zeg, dan kan je inderdaad lekker naar het vrije weekend toe leven en daar gaan we ook voor, want ik denk dat wij graag willen winnen in Breda. En dan heb je inderdaad 2 weken om even te genieten van die reeks die we hebben gemaakt en dan er komen er nog een aantal interessante wedstrijden aan daarna. Naast Aaron Meijers had Haaglanden de voetbal ook een interview met Danny Bakker. Rob Blankenstein praat met hem. Danny, de punten stromen binnen de laatste wedstrijden. Dat moet vertrouwen geven. Ja, dat geeft zeker vertrouwen. Natuurlijk ook een boost voor het team. En uit de laatste 3 wedstrijden 7 punten. Dat is het belangrijkste natuurlijk, dat je punten pakt, dat je resultaat boekt. En we hopen nu wel dat voort op duren. Merk je ook progressie in het team? Ja, het spel kan nog wel steeds beter. Maar je merkt wel dat het wel spel iets beter gaat als we verder uit de startblokken komen. De tweede helft zie je dat vooral. Het verschil is nog wat te groot tussen de eerste en tweede helft.
dat proberen we wel te veranderen. Maar ja, zolang de resultaat er is, dan vind ik dat prima. Waar je net over begint, dat gaf de trainer ook aan. Natuurlijk bijvoorbeeld de wedstrijd hier thuis tegen Ajax, Heerenveen en afgelopen weekend dan tegen Sparta. Dan zie je een eerste helft en een tweede helft, een wereld van verschil. Ja, dat is heel gek en we hebben er al een paar keer over gehad. Maar elke keer in de tweede helft krijgen we het wel voor elkaar. Maar, krijg je daar dan een vinger achter wat dan de oorzaak kan zijn? Ja, dat zou ik echt niet weten. Het is meer dat je gewoon echt agressief moet beginnen. En dat is ook een belangrijkste. En dan moet je gewoon zaterdag weer doen tegen NAC. En, want die gaan ook bovenop klappen. Dus ben je thuis met het publiek erachter. En het is belangrijk dat je ook weerstand biedt tegen NAC dan op dat moment. En, wij willen ook gewoon zo beginnen hoe NAC wil beginnen. Je bent alweer een tijdje een vaste waarde onder Groenendijk. Dat doet wat met een speler qua zelfvertrouwen. Merk je dat ook in de wedstrijd en ook als je naar die wedstrijd toeleeft? Ja, natuurlijk merk ik dat ik wel veel zelfvertrouwen heb van de staf. Niet alleen van de trainer, maar ook van de staf en van mijn medespelers. En dat is het belangrijkste voor een speler en dat doet wat met je. En dan kom je beter in je vel, ga je beter spelen. Ja, en ik merk wel dat ik wel een stijgende lijn in mijn spel heb. En ik probeer iedere wedstrijd sowieso mijn best te doen. Maar ook om goed te voetballen en belangrijk te zijn voor het team. Je bent ook een voetballiefhebber wat dat betreft. Als je dan de Nederlandse ploeg in Europa bezig ziet, wat denk je dan bij jezelf? Ja, het is natuurlijk zonde. Je wilt natuurlijk gewoon meedoen, maar het is meer dat ze nu aanhaken. En het is de bedoeling dat we niet achterop raken en steeds meer, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb gisteren ook Vitesse gekeken. Het is dan zonde dat ze dan daar ook 3-0 verliezen. Maar zowel Feyenoord als Vitesse, dan zie je individuele fouten waarvan ik denk van ja, die zie je op amateurniveau af en toe nog ineens. Nee, dat is ook zo. Maar het is soms wel makkelijk praten natuurlijk vanaf de zijkant of achter de tv. En soms maak je beslissingen wat fout kan aflopen. En dat gebeurt ook in de top. En in de top wordt dat ook meteen afgestraft. En dat zag je ook gisteren. Zaterdag naar NAC, avondje NAC, altijd hectisch. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, wat ik net al zei, ik denk dat zij er bovenop klappen in het begin en met het publiek erachter. Dat weten we, zo moeten wij zelf ook gaan beginnen. En ik denk dat het wel een spannende wedstrijd gaat worden, want NAC barst van het zelfvertrouwen na vorige week bij Feyenoord. Wij van de laatste wedstrijden, dus ik denk dat het wel een leuke avond gaat worden. Tot slot, in januari word je 23. Heb je al ideeën over de voetbaltoekomst van Danny Bakker? Ja, maar dat heb ik al ieder jaar. Ik heb ook ambities, dat heb ik ook eerder uitgesproken. Maar op dit moment ben ik gewoon heel erg blij met ADO en hoe het gaat. En ik ben blij dat ik speel. En wat ik zeg, ik voel veel zelfvertrouwen ook vanuit de club, van de staf en van mijn meespelers. En dat is het belangrijkste. ADO Den Haag dus dit weekend zaterdagavond uit tegen NAC in Breda. Het onder 19 team, dat tegenwoordig onder leiding staat van trainer Edwin Grünholz, speelt zaterdag in Tilburg bij Willem II. Tot zover Studio ADO. Dank voor uw aandacht en een heel prettig weekend.